In verband met het 350-jarig bestaan van de hervormde kerk Suriname vandaag heeft het bestuur een lezing over het reilen en zeilen van de kerk gehouden. De schrijfster Cynthia McLeod was de inleidster. Met deze lezing wil de gemeente niet alleen de geschiedenis van de kerk belichten, maar ook hun blik richten naar de toekomst. De schrijfster zette de geschiedenis met heel veel flair neer, waardoor er af en toe ook wat grappen vielen. Er is al gewerkt. Er zijn zoveel wetten en zoveel plakaten in Suriname. Eén van die wetten was, slaven mogen geen christenen worden. Maar een ander plakkaat was, als een slaaf vrij wordt, dan moet hij christen worden. Want er mogen geen vrije heidenen in de kolonie zijn. Nou, er wordt een heleboel gekleurde kinderen geboren. En het is niet zo dat als je vader een blanke man was, dat je meteen vrij was. Nee, als je vader wilde, dan moest hij er iets voor doen. Ja? En sommige van die blanke mannen, die kinderen hebben gekregen met zwarte vrouwen, hebben natuurlijk nooit iets gedaan. En die kinderen zijn, toch zijn kinderen de slaaf van hun eigen vader. Maar er zijn ook blanke mannen die zich als keurige vaders hebben gedragen. En die kinderen vrij kopen. McLeod vertelde verder dat in de slaventijd bepaalde blanke meesters een slavin, waar zij een kind hadden verwekt, vrij kochten. Ze deden dit zodat het kind in vrijheid geboren kon worden. Omdat er geen vrije heidenen mochten rondlopen, moest elke vrije slaaf volgens de regels van de kerk gedoopt worden, vertelde McLeod. Maar als je de doopactes ook leest, dan zie je ook hoe daarin verandering komt. De eerste doopactes van verwekte kinderen, bijvoorbeeld in 1705, zijn er, ik kom er weinig, gedoopt twee mulatte kinderen, waarvan Jan Nobeling de vader is. Moeder, streep, streep, streep. Moeder is een slavin. Moeder is een slavin. Ja? Dus overal ter wereld kan je een kind hebben, moeder bekend, vader onbekend, maar met Suriname. Ja? Streep, streep, streep. Maar later had men toch schrijven, moeder ene slavin. Ja? Nou, of niet de naam hoor, niet de naam. Dat komt pas veel later. Maar, natuurlijk, dat kind is een mulatte kind. Als het een meisje is, trouwt ze. Bijna altijd. Trouwt ze met een blanke man. Ze mag trouwen. Mulatte moet trouwen. Cynthia McLeod, schrijfster van verschillende historische boeken. Zij was de inleider tijdens de lezing van de Hervormde Kerk over het verleden van deze kerk. De Hervormde Kerk herdenkt vandaag haar 350-jarig bestaan. Zij is op 1 mei 1668 opgericht. De lezing over de Hervormde Kerk is gehouden in de Centrumkerk aan het Kerkplein.